aanslag van die mannen van Johannesburg morgen? Nee, glad nie. Ek denk het gaan die helemaal iets anders. Dus hetzelfde is laatst jaar, is die semifinal, het hulle ons hier in Bloemfontein 70-20 of iets gewen en so my denk gewen het. So, mens kan nie dieselfde verwag nie, is een nieuwe wedstrijd van vooraf. So, verwag ek het gehad nie van hulle wat ons gesien het in die pool. Ja, Pichu, trek Oranje aan en draai soveel as moeilijk geraas maak in die Cheetah richting. Om nie te sien, dankie. Kijk, Bloemfontein en Mfali Vrystaat is rugby mal, Vrystaat mal. So, ons geloof aan het goed gaan met die Cheetahs af en die mense in Bloemfontein. 2007, as ek recht nou dan was hier finaal in Bloemfontein gewees. Ek was op die stadion waar het net iets met een rugby finaal was en so. En ek wil daar in Bloemfontein het uit sy natuid gepas. Die vlag van die N1se brug afgehang. Die hele dorp was net Oranje. Mens krijg die selfe gevoel van hierdie naweek. Die mense kom uit hier ondersteun. Die mense is recht opgewonde. Oorals waar ons net op ons kan, is het net Cheetahs en is Oranje. En die mannen wel rugby gesels. Ek wil hoor, is die boys recht. So ja, nee, hier is ons ongelooflijke baie. Mens krijg die selfe gevoel. Maar van die Cheetahs is ook punt daarvoor. Ondersteuning speel een baie groot rol. Laas jaar was die semifinaal in die Leeuwse die Vrystaat in Johannesburg geweest. En ek denk dit was een keerpunt geweest. Die thuisspan het altijd die voordeel. Hoe meer mense uitkom in die Vrystaat ondersteun, hoe beter. As die mense uitkom, ons speel vir die fans en die fans is daar vir ons. So dit gee ons een lichtprys om uit te hardkom van die Vlaanwaai en die Halies bril. So nee, dit is ongelooflik. En as mannen uitkom ondersteun, dit lig ons met de minste 5%.